De titel van mijn column is Biechtstoel. Nederland heeft hem de laatste dagen leren kennen. Robjette uit Uibergen. Ineens stond hij volop in de schijnwerpers. Zelden heeft de nieuwe fractievoorzitter in de Tweede Kamer zoveel stof doen opwaaien bij zijn verkiezing. Te jong, te zwarte bril, te strakke kuif, te voorgeprogrammeerde praatjes, te blauw pak en benen nog een Brabander van origine ook. Waar moet het heen met het land? Al dus de grote gemene deler van de commentaren. Ik zeg, draai de redenering om. Hij is jong, homo en Brabander. Drie parlementaire minderheden in één persoon. Wat wil je nog meer? Dat Rob voorafgaand aan zijn verkiezing... eerst een interne biechtstoelprocedure heeft moeten doorlopen... Wordt gemakshalve over het hoofd gezien. Ik heb die term in een serieus persbericht gelezen, het moet dus wel waar zijn. Ik ga ervan uit dat dit voorop de eerste keer in zijn leven is geweest dat hij een biechtstoel van binnen heeft gezien. Nooit geweten dat D66 nog steeds zulke gebruiken uit het rijke roomse leven erop nahoudt om te komen tot een fractievoorzitter. Stelletje schijnheilige. Ik ben benieuwd of en wanneer een van de fractieleden die tijdens de biecht achter het gordijntje heeft gezeten het biechtgeheim gaat schenden. Er zijn wel ergere karaktermoorden gepleegd in de politiek. In maart 2010 kwam Rob voor de eerste keer voor in mijn columns. Ik schreef dat hij op het schild vanuit het stadhuis naar buiten werd gedragen na de verkiezingswinst van D66 bij de raadsverkiezingen in Nijmegen. Hij was toen als lijsttrekker 23 jaar. Er werd geen enkele drukte gemaakt over zijn leeftijd. Een paar dagen later gooide hij de handdoek in de ring bij de collegeonderhandelingen, omdat hij de SP voor geen meter vertrouwde. Dat kan wel tot de categorie jeugdige onervarenheid gerekend worden. Toen de SP in 2014 weer in het nieuwe college van Nijmegen kwam, verzon hij de term Tomatencoalitie. Ik vermoed dat Rob in de D66-beatstoel verklaard heeft oprecht spijt te hebben van deze daden uit het verleden. Anders staan de verhoudingen met de SP nu al op scherp. En dat kan D66 er echt niet bij hebben, willen ze werk maken van een ruk naar links. Ik snap geen hout van alle commotie over de te jonge leeftijd van Rob Jetten. Max Verstappen had geen rijbewijs omdat hij daarvoor nog te jong was. Toch reed hij in de Formule 1 iedereen uit zijn wiel, waardoor hij regelrecht de hemel in werd geprezen vanwege zijn jonge leeftijd. Hij werd zelfs sportman van het jaar. En er hoeft maar een voetballer onder de 20 jaar in het Nederlands elftal te spelen of de superlatieve zijn niet aan te slepen. Bij een politicus van boven de 30 werkt dat schijnbaar anders. Ik zou niet weten waarom. Leeftijd zegt me niks. Al dus, Rob, in alle interviews. Men moet mij vooral beoordelen op mijn daden. Dat zal ik zeker doen. Maar kleunt hij een paar keer onwaarschijnlijk mis, dan geef ik hem via een kolom van Jetje. Hem rest dan niets anders dan de biechtstoel. <totstuk>